Kerstmis 1993 zal veel mensen in Noord-Limburg nog lang bijblijven. De Maas treedt wel eens meer buiten haar oevers, maar zelden zo erg als in de laatste week van vorig jaar. De Stadsomroep Venlo deed verslag van een rampweek via radio en televisie. In de komende documentaire ziet u een samenvatting van die verslaggeving. Chronologisch, vanaf het moment dat weinigen zich nog echt realiseren hoe erg het gaat worden, tot en met de chaos die het water achterlaat als het weer is teruggetrokken. Behalve dat ook aandacht voor de afgelopen eeuw. Hoe vaak was het hoog water en hoe erg was het bijvoorbeeld in 1926? Maar vooral blikken we terug naar de laatste week van vorig jaar. Kerstmis 1993. Een feestjaar was het eigenlijk voor Venlo. Maar het kreeg een wat minder feestelijk eind. Het is allemaal wennen, hè? Het is allemaal ontzettend moeilijk. En dat kan ze niet zeggen, ene dag gaat het iets beter dan de andere dag, maar het is moeilijk en het blijft moeilijk. En vergeet je, doet je het nooit meer. Nooit meer. Nou woonde u eerst bij uw zoon in, maar bent u toch maar in die caravan getrokken? Ja, dat moest wel, hè, omdat je steeds werkers krijgt en van de verzekering van de schatten. Dus dat moest wel in de buurt zijn. Je zal hem uit te houden. Ja, ik heb er geen last van. We hebben in het begin veel gedweild, hè. We zagen dat. Nou, zoals ik al gezegd heb, met eten en ik ging tafel opzetten. Ik zag er water in een keer. We hebben met zakken zand gesleept, van achter naar voren gesleept. En toen hebben we al zo hoog moesten we al toen door het water. Toen zijn we binnen en dweilen. We gaan handdoeken dweilen, dweilen. En in een keer die deur open en er kwam er water naar boven. De lamp, het verlicht, alles viel uit. En dan denken wij wegwezen. Dinsdag 21 december 1993. Rijkswaterstaat komt met een alarmerend bericht. Het stijgende water van de Maas zal records gaan breken. Grote delen van Venlo, Blerik en Tegelen zullen onder water lopen. Het bericht wordt slechts door een handjevol mensen goed verstaan. Het zijn er maar enkele die zich nog de ellende van 1926 herinneren. Ik was toen een jongen van een jaar of 17, dus ik weet dat toen bijna de hele stad onder water stond, behalve een stukje van de Klaarstraat en van de Markt. Maar verder was het hele centrum, was Maasgebied. Ja. Het was gewoon verschrikkelijk. Als ik u nagaat, het was, oh ja, vergeet nog goed. De klok sloeg 12 uur en toen stroomde het. Wij woonden toen in de tijd op de Romondse straat. Toen stroomde het water de gang in bij ons thuis om 12 uur 's nachts. Dat was ons welkomstgroet, ons zalig nieuwjaar. En ongeveer 2 dagen later stond het 1,25 meter in het huis. En daar is het 8 dagen in blijven staan voordat het weer vertrok. Je hebt geen idee wat dat voor een zoiets is. Dat eens alsjeblieft niet meer gebeurt. De meeste bewoners van de Maasoevers realiseren zich niet welke ramp hun te wachten staat. Het wordt hoog water, dat is wat de meeste mensen ervan maken. De stad bereidt zich dus ook voor, zoals het altijd doet met hoog water. Zandzakken voor de deur leggen en afwachten. Het probleem voor ons is de kelders, hè. En ja, we houden het nu in de gaten en met pompen. Er staan 4 of 5 pompen in de kelder. En als het nog hoger, ik woon hierboven, dus we zijn de hele nacht hier. En als het echt heel erg wordt. Kijk, voor mij is de strop nog niet zo groot met die bloemen en planten. Maar als je nou hiernaast, die zit met sigaretten en alles, dat moet er allemaal uit. Hè, want als dat eronder loopt, dan is het natuurlijk gebeurd. Intussen is er in de bunker van de brandweer een rampenteam samengesteld.
brandweer, politie, GGD en Rijkswaterstaat gaan uit van het meest rampzalige scenario. De hulp van het leger is ingeroepen. Men belt waterstanden door en bespreekt mogelijke evacuatie van mensen uit laaggelegen woonwijken. Woensdagavond komt de voorspelling uit. De Maas rukt op. Ze loopt de straten van de stad binnen en trekt zich weinig aan van zandzakken en waterpompen. Heb je nu ook en dan is alles dicht. Houdt u ook op met pompen? Dat neem ik gewoon aan, joh. Dat is op wel motten, hè. Hoeveel heeft u hier nou al weggepompt? Ik denk een wagen of drie. Al weg hebben. Maar dat is niet al. Nou, veel te snel. Ja. Die toon naar boven kunnen. Heb je er wel eens eerder meegemaakt, dat zo snel ging? 84. We waren ook allemaal dicht. Doet u zo'n schatting, hoe hoog zou het komen? Ik heb een flauw idee. In de loop van de avond loopt het water steeds meer huizen binnen. Mensen vluchten weg. Voor velen is er geen tijd meer om spullen op te ruimen. Het water komt van buiten en vanuit de kelders. De wijk Venlo-Zuid staat onder water. Ja, je ziet wel, hè. Gisteren stond er nog helemaal niks. Nu staat het helemaal vol. Dus. Het is lang niet zo geweest. Nee, nog nooit. Ik heb het tenminste in mijn 44 jaar dat ik woon en leef, heb ik het nog nooit meegemaakt. Maar voorzichtig. Zo weinig winkels open gaan vandaag. Ik denk je niet. Vanmorgen hoorde ik al op de radio dat ze in Duitsland waarschuwen zijn dat de Duitsers weg moeten blijven. Daar komen de broodjes al aan. Dankjewel. Kijk eens. Ja, het is niet anders. Heel spijtig. Maar we kunnen niet werken, we kunnen niks doen. Het is een regelrechte catastrofe. Kersttollen moeten op deze manier uit de bakkerij worden aangesloten. Ja, het is maar een heel klein deel van de productie. Deze zijn in feite besteld. Een grote klant hebben die nodig. En, ja, meer kunnen we niet meer doen. Het gaat niet meer. Hij heeft vannacht wel doorgewerkt? Nee, hebben we niet gekund. We hebben 3 uur vannacht begonnen en... Ja, in de winkel stond er niks. En in de bakkerijen was het helemaal vol. Die putjes die stroomden gewoon helemaal over. Dus... Hoe groot is de schade voor u? Ja, qua omzet natuurlijk enkele duizenden guldens. Dat kan ik nog niet precies zeggen. Maar materiële schade, ja, dat hebben we zoveel mogelijk weten te beperken. Door alles op verhogingen te zetten. Wat is de schade voor de winkeliers op de parade? Ja, tonnen denk ik. Ik denk tonnen. Ik zou dat niet zo 1, 2, 3 durven te zeggen. Dit is in ieder geval nog een bestelling die u nog wel gaat bezorgen. Ja, zeker weten. Gaat bezorgen. Zeg, ik loop door, want ja. Mijn voeten zijn kletternat. Toen het s'avonds tegen 9 of 10 uur het water binnenkwam, dat vergeet je nooit meer. Nooit meer. Het galmde voor en achter binnen. Het was, nou ja... Het was niet meer normaal. Dat kan je eigenlijk niet, als je het niet meegemaakt hebt, kan je het echt niet zeggen hoe goed. Want het galfde gewoon. U zat binnen? Ik zat binnen, ja. Tot 12 uur. En ik wou niet eruit. Maar mijn zoon en mijn schoondochter die belden op. Ik moest zeker komen en ik moest... Maar ik wou niet. Ik dacht, ach, dat gaat dadelijk weer terug. Maar het was niet. Donderdag 23 december. Het leger gaat samen met vele vrijwilligers over tot evacuatie van honderden Venlonaren. Met rubberbootjes gaan de soldaten de huisdeuren langs om mensen te redden. Vanuit de commandobunker worden militairen op pad gestuurd. Succes, mannen. Bedankt. Ja. Net zo goed als gisteravond. Ja. 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 Hoi. Precies. Thank you.
was het doorgekomen dat de vrachtwagens niet meer bij de huizen konden komen omdat het te diep was. En vandaar dat de boten in moeten gezet worden. En de eerste boot is al aan het verkennen waar de grootste concentratie is van mensen om daar de mensen van te evacueren. Even blijven staan, even blijven. Ja.
Dat gaat u maar zo allemaal. Heel goed. Ik ga het eerst proberen. Goed, ja. Maak ze maar goed dicht erin. Heeft u de hele nacht gewerkt? Ja, de hele nacht. Van gisterochtend 6 zijn we opgestaan en om 5:30 zijn we naar hier gegaan. Die kwamen dus aan om een uur of tien en toen kwam we meteen aan de slag. Van welke kazerne komt u? Havelte. En wat heeft u precies gedaan vannacht? We kregen een opdracht om in het centrum zandzakken te leggen. Nou, dat was helemaal niet meer nodig, want het lag al helemaal blank. Toen zijn we dus door de straat heen gereden. En toen kwam ik in contact met mensen die dus uit het huis houden, want het stond helemaal blank. Ze hebben een aantal mensen uit de huizen gehaald. Achter in de viertonnen. We hadden een rubberbootje bij ons van de verkenning. Dus, kom mooi. Ja. Alleen, u heeft het niet droog gehouden? Nee. We hadden geen lieslazen, dus op een gegeven moment werd het wel koud. Geen vervangende... Nee, daar wachten we nou op. Hij is het heel kritiek geweest, maar met name omdat hij op den dijk 3-4 meter water druk stond. En hij leed dus eigenlijk zeg maar, vanaf 84 is hij constant in een dijk gemaakt. En nu is er speciaal 1,50 meter is er opgekomen, voor op te huren, vanwege zeg maar, dat het water op 18,30 meter is gekomen. En hij is tot het laatste moment, zelfs tot gisternacht toe, zien hij nog manschappen bezig geweest. Een stuk of 24 man met het vullen van zakken. Veel mocht er nog ergens een gat in de dijk komen, dat dan acuut begenstort kon weer een tegendruk te leveren. En dat is uiteindelijk allemaal gelukt, want zoals het eruit ziet, gezeten, we hebben het gered. En dat is het belangrijkste. Er zijn ook mensen die niet vluchten voor de Maas. Ze trotseren het water, ook al komt het 1,5 meter hoog. U bent niet geëvacueerd? Ik wil je huis niet verlaten. De tafel ingepakt in plastic. En ja, voor de verdere rest kan ik hier ook niks meer doen. Ze krijgen u voor geen goud uit uw huis? Nee. Ik blijf hier gewoon, het is nou weer een zakje. Dus een paar dagen nog en dan is het ook, dat heb ik weer gehad. En dan kunnen we beginnen met opruimen. Ja, ik ben niet bang van water, om het eerlijk te zeggen. Want ik ben ook hier gebleven, hoor. Ik ben er niet uitgegaan. Hoe moest dat dan, toen het water hoog stond? Ja, de politie is 2 keer aan de deur geweest dat ik eruit moest. Je hebt gewoon geweigerd? Ja.
Was het niet beter om weg te gaan hier? Want er stond een meter water. Ja. Nee, ik van mij persoonlijk. Ik heb bronchitis. En dat ik naar onder die andere mensen gebracht word en je zit er. Ik heb nachten dat ik niet slapen kan. Dat ik eruit moet. En daarom blijf ik maar alleen. Waar heeft u dan? Had u wel genoeg eten in huis? Nou, dat zal ik u vertellen. Ik belde naar de dingen toe. Ik zeg tegen de juffrouw. Ik zeg, mevrouw, kunnen ze mij geen pakketje eten brengen of zo? Met die ploeg van de militairen of met de politie. Ja. Nee, zegt ze, daar houden we ons niet mee op. We houden ons alleen maar op met evacuatie. Ik zeg, dankjewel. Prettige kerstmis. Als Limburg is veranderd in een rampgebied, komen de ministers, de burgemeesters en andere hoogwaardigheidsbekleders om hun medeleven te tonen. Harde toezeggingen worden niet gedaan. Men komt eigenlijk alleen maar kijken. Het hele huis is leeg, praktisch leeg. Er staat binnen niks meer in. Ah, ja. Aan de achterkant hadden we niet verwacht dat het zo hoog zou komen. Ja, de wasmachine, diepvries, droger, ja, een heleboel apparaten liggen er. Dat zat er wel allemaal. En in de garage hebben we een heleboel ingestouwd. En ja, we hebben een flinke knal en wat slagen gehoord. Dus of dat hele troep omgeflikkerd is daarbinnen, dat weten we niet. Dat kan goed. Daar komen we wel de volgende week achter. Ja. Je hebt hier nooit eerder een onderstroming gehad, of wel? Jawel, jawel. Het is bijna de laatste jaren is het elk jaar te doen dat we in beperkte mate overlast hebben. Maar ja, hier is niks tegen te doen. We hadden donderdag kabinetsvergadering. En toen hebben we gezegd, we moeten dus een gebaar maken voor het rampenfonds. Dan hebben we natuurlijk een ramp in deze omvang absoluut nog niet voor onze ogen gehad. Dus nee, u als minister van Financiën, nou ja, als u dit ziet, wat zegt u? Ik als minister van, nou ja, goed, ik reageer gewoon als persoon. Ik zeg, dit is vreselijk. De omvang van de totale schade kan ik niet beoordelen. Je hoort wat getallen en zo. Dus dat moet vele, vele, vele malen groter zijn dan we toen dachten. Dus daar moet je natuurlijk alsnog een andere oplossing mee bedenken. Maar ik ga niet lopen jongleren met bedragen. Dat vind ik volstrekt onzinnig. Maar het is natuurlijk zo dat mevrouw Dales hier morgen het overleg heeft gevoerd. En we gaan met elkaar de komende dagen de rekening beter opmaken. Samen met provincie, samen met gemeente. Dan moet je natuurlijk rekening houden met de mogelijkheid dat er vanuit het Rijk meer gebeurt. En ik vind doet dat u zijn inschatting? Nee, dat doe ik dus niet. Nee, heel veel ervaring op dat gebied? Nee, ik heb absoluut geen ervaring op dit gebied. De laatste keer dat ik hoogwater... Maar met geld bedoel ik? Ja, geld als water, wou je zeggen. Ja. Ja, want die hebben die luiken wel dicht. Een schade, hè? Wat een schade. De Maaskade, dat die onder water staat, dat gebeurt vaak. Dat is, ja, maar dat is regelmatig. Niet zo. Maar nee, dit. Zijn rond gevlogen. En wat je dus ziet is voor een groot stuk dus inderdaad ontzettend triest. Huizen met kerstversiering, waarvan je weet dat die mensen daar geen kerstmis zullen vieren. Meneer Van Voorst, mag ik u even om een reactie vragen? Nou, het is natuurlijk dramatisch wat je ziet allemaal. Voor de mensen die daar gewoon wonen, maar meer nog misschien voor de mensen die daar met hun bedrijven zitten. Ik denk aan alle tuinders. Veel caravanparken, dat soort dingen waarvan je zegt van ja, er ook niet veel meer aan te redden. Heel vervelende toestand. Ja, dat is een hele trieste aanblik. Je ziet het van bovenaf zeer scherp. Nog indrukwekkender vind ik als je gewoon in een boot tussen in die straten vaart. Maar je ziet in één klap hoe ernstig het probleem is. En met hoeveel mensen eigenlijk midden in de ellende zitten deze dagen. Ja. Wat vindt u van de aanblik, mevrouw Daan? Ja, dit is natuurlijk verschrikkelijk. We hebben niks meer. We beginnen gewoon van vooraf aan. Dat is toch niet meer normaal als je dan zo het huis uit moet? Dat is ook helemaal niet normaal. Maar wie dekt de schade? Wie dekt het? We zijn 55-plussers en we hebben alles. En wie de oude huizen achtergelaten. En dan nou, zeg maar, met die nieuwe huizen, die hebben alles nieuw aan moeten schaffen. Ja. En nu ben je binnen 6 maanden. Maar dan ben je is alles weg wat je gespaard hebt. Ze allemaal zitten. Wie betaalt het, Frans? Dat is vreselijk. Zij zijn in de 60 en wie betaalt het nog? Ik hoop wat daar is, dat jullie er ook wat aan doet. Ja, nee, daar kun je wel van op aan. Daar kunt u wel van op aan. Als u nog verder duurt, dan. Jammer dat ze overleden is. Maar ja, ik vond het toch wel. Ze gaf ook wel moed. Op welke manier dan? Ja, ze zei, nou, er wordt direct aan gewerkt.
Dus ja, meer kon het mensen ook niet op dat moment niet zeggen. Maar ze zijn er zoveel. Die zeggen er wat aan gewerkt, maar het duurt allemaal zo lang. En geduld, dat is het ergste. Ik heb geen geduld. Nee. Dus daar had hij toch wel wat aan dat ze dat zeiden? Ik vond het in Dalen toch wel ernstig wel. Ze zeggen, mevrouw, er wordt direct aan gewerkt. En ja, het mens kan het niet meer mogen. Ik vind het echt zielig. Sommige bestuurders hebben kritiek. Burgemeester Moren van Arsen bijvoorbeeld. Moren zou later onder druk van kritiek spoorloos verdwijnen, maar nu nog niet. Hij vindt dat de hulp van het leger traag op gang komt. Maar de burgemeester wil nog niemand de schuld geven. Mijn kritiek was met name op de eerste plaats dat ik woensdagmorgen om 8:30 de militairen heb gevraagd en nog s'avonds arriveerde voor het versterken van de dijk, et cetera. En op de tweede plaats dat... U heeft dat gevraagd? Ik heb het daar in het midden gebracht en dat moet dat mensen de telefoon helemaal uitvielen zodat wij volledig uitgesloten waren van communicatie. En wie verwijt u dan? Ik verwijt op dit moment nog niemand. Maar op wie heeft u dan kritiek? Wat zegt u? Op wie heeft u dan kritiek? U zegt ik had kritiek. Ik heb het in het midden gebracht. Uiteindelijk uit zo'n voorbeeld leren we weer voor de toekomst. Het water blijft dagenlang hoog. Kerstmis 1993 valt letterlijk in het water. Opgetuigde stalletjes en kerstbomen verdwijnen in de Maas. Over een kilometerslang gebied zijn boerderijen, kassen en woonhuizen half verdwenen.
Kerstmis betekent voor veel Limburgers vluchten en zoeken naar onderdak. De meeste mensen vluchten naar familie om daar Kerstmis te vieren. We hadden het gisteravond over, toen zaten we bij elkaar en toen zeiden van, dit wordt misschien wel de mooiste kerst die we mee hebben gemaakt, dat we zo samen zitten. Ja, dat denk het wel. Samen, het samengevoel, dat is heel belangrijk. Ja, dat is wel mooi. Maar we zeiden van, dat moeten we eigenlijk in ere houden om dat toch elke kerst weer terug te laten komen. Want dit hadden we nog nooit meegemaakt, om zo samen de kerst te vieren, die heel intensief. En dat we echt ervan overtuigd zijn, dit is de mooiste kerst, ondanks de ellende. In Venlo-Zuid is het voor sommige mensen buiten Kerstmis. Samen met soldaten en andere hulpverleners vieren de slachtoffers de kerstnachten. Na de kerstdagen mogen de mensen terugkeren. De slachtoffers krijgen te zien wat de Maas van hun huisraad heeft overgelaten. Buiten gezet, want de modder en alles hebben eruit geveegd, want het was verschrikkelijk voor de morgen. Hè? Ja, ja. Is de morgen voor het eerst weer teruggegaan? Ja, droevig. Ja, de mensen waren het te. Ik kan het me goed voorstellen als je de ellende ziet hier. Zeg, we hebben alles, de tuin, alles aangelegd, hebben een paar honderd gulden in het dus. Maar dat vind ik allemaal niet. Dat komt wel bij. Ik vind het huis, dat is voor mij het voornaamst. Dat tuintje, die bloemen, dat zien maar meer bloemen, dat vind ik niet. Dat is niet erg. Ik vind het binnenhuis. Dat is voor mij een ramp. Echt. Ja. Binnen vier seconden stond er anderhalve minuut. Dat is de beginsel opnieuw. En dan hebben we van. Ze hadden uitgegeven, dan moest gewoon weer opnieuw beginnen. Ja, dat is hier met alle mooie onder, dat is te gek. De bewoners hebben niet alleen verdriet, ze klagen ook. Ze zouden niet goed zijn geïnformeerd over de naderende ramp. De gemeente had hen eerder en beter moeten waarschuwen. Dus dat heeft zo hoog gestaan dat als ze nou informatie hadden gegeven over het peil wat het water zou bereiken. Dus hier in Tegeltse Weg bedoel ik allemaal, want de meeste mensen zitten ermee, die ben je alleen. Hè? Ja, dan had je dus, al had je er deuren uitgelegd en stellages van gemaakt. Hè? Want, nou, er liggen dus bijvoorbeeld bankstellen bij wat leren. Dus ik wil dat. Dat had je dan hoger op kunnen zetten en ik had het nou weer kunnen gebruiken en alles. Kleinigheidje. Maar u hoorde dat er hoogwater op komst was. Ja, en als we dan praten over 17 meter ANP, ja, dat zegt mij niks hoor. Ik heb altijd boven de berg gewoond, ik had altijd droge voeten, dus het zegt me niks. 17 meter ANP, als wat ik gezegd heb, tegen ze weg, dan moet ik me rekening houden met 1 meter water. Hè, of 1 meter water dus. Hoogte. Ja, dan had ik wat geweten, had ik gezegd, hé, 1 meter, nou dan blijf ik daarboven. Ja? Maar ja, ik weet dus niet of het dus te berekenen is, maar dan zeg ik, als Tegelen het kan, waarom kan Venlo het niet? Ja? De burgemeester van Venlo spreekt de kritiek tegen. Intussen wordt wel duidelijk hoeveel schade er is aangericht.
Voor vele miljoenen guldens zijn Limburgers gedupeerd. Een strop voor particulieren en veel bedrijven zien zonder hulp hun faillissement naderen. De mensen die het van het begin af aan meegemaakt hebben, die hebben perplex gestaan. Dat zoiets kon. Maar ze hadden ook helemaal niet verwacht dat dit zou kunnen gebeuren. Ja, woensdagavond om 10:00, toen wist ik voor mij dat er hier niks meer te redden was. Die woensdag voor kerstmis bedoel ik dan. Hè. Toen wist ik voor mij dat het afgelopen zaak was. Naast onvoldoende voorlichting is er een andere theorie die de slechte voorbereiding van veel mensen in Venlo verklaart. Die verklaring ligt in de geschiedenis van de Limburgers en hun relatie met de rivier de Maas. Bij de ramp van 1926 kwam het water tientallen centimeters hoger dan nu. Toch zag men volgens Chef Terks van het Limburgs Museum de ramp toen eerder aankomen. Dat heeft volgens hem te maken met de haven, toen een veel belangrijker plaats in Venlo. De haven is tot diep in de jaren 50 een heel actief plekje geweest in de stad. Toen die oude haven gesloten werd in 58, 59, keerde de stad zich af van de Maas. In de jaren 30 nog met name werkten er heel veel mensen in de haven. Die hadden precies door wat er met de Maas aan de hand was. Het humeur van de oude dame, dat werd begrepen. Kijk, en had natuurlijk ook dat op een gegeven moment als het water over de losbal kwam, dat die mensen niet meer hoefden te werken. En die zaten dan thuis. In afwachting van het hoogwater, waaraan men ook veel meer gewend was dan nu. Dus men wist veel beter wanneer en hoe hoog het water zou komen. Men voelde dat beter aan. Men voelde dat beter aan, men zag het. Hè. Men was elke dag bij die Maas betrokken. Daar kwam men elke dag om te werken. En mensen die daar werkten, die vertelden dat tegen hun familieleden, tegen hun kennissen van het Maaswater komt weer opzetten. Nog over een paar dagen hoeven we niet te werken. En misschien over een week staat het Maaswater weer in de stad. En het verschil met nu is dat mensen in Venlo het nu via de media moeten vernemen. Ja, kijk, ook als mensen op 100 meter afstand van de Maas wonen, gaan ze niet een paar keer per dag kijken van hoe hoog is het Maaswater aan het komen. Men wacht af, men luistert naar de radio, men kijkt naar de stadsomroep. En zo komt die werkelijkheid de huiskamer binnen. En is dat volgens u een van de oorzaken geweest dat men zo slecht voorbereid was op het hoge water? Dat men zich door het hoge water heeft laten overvallen. De theorie van Derks wordt bevestigd door directeur Van Driel van een van de getroffen bedrijven. Doordat wij dicht bij de Maas zitten, konden wij zelf toch, en wij ook in het voorjaar het water redelijk hoog is geweest, waren we toch wel voorbereid dat het erger zou zijn dan in het verleden. De discussie over de vraag of er nu slecht is voorgelicht of dat men niet goed heeft geluisterd naar waarschuwingen maakt het intussen voor de slachtoffers niet minder rampzalig. Er worden hulpacties op touw gezet. Een inzamelingsactie in cultureel centrum de Maaspoort levert bijna 600.000 gulden op. Vele andere acties volgen. Ik heel van dich, ik heel van dich, mijn lieve moeder Maas. Ik bezong dich. En ik heb van dich genoten, vies de Maas. Maar nu heb ik gebogen dich, ik liet mijn tronen gaan. Mijn oude moeder Maas, toch lieve moeder Maas. Wat hebst de iedereen toch pijn gedaan? Mijn oude Als de regering nog vergadert over schadevergoedingen, heeft Limburg zelf al voor vele tonnen geld ingezameld.
Het wordt gestort in een rampenfonds. Intussen komen experts bij de mensen langs om de hoogte van de strop op te nemen. Dag mevrouw, mijn naam is Volkers. Ik kom namens Bureau Coördinatie Experts de schade bij u bekijken. Hallo, Lydia Korsenbeek, komt u maar binnen. Ja, en de binnenkant van de kaas begint helemaal uit te zetten. Ja. En dat, en die kaas, we hadden nog één pallet over. Ja, en om op één pallet zo'n kaas neer te zetten, die breekt door. Dus dat had op zo'n moment absoluut geen zin meer. Nee. Hoe oud is de kaas ongeveer? Die is ook, die hebben we in februari gekocht, dus die is nog geen jaar. Nog geen jaar, ja. Nee. Ja, het spaanplaat, dat gaat in principe allemaal dat zout water allemaal, op en ja, het gaat dat zwemmen. Gaat allemaal uitzetten. Weet u nog wat die kostte? Die was ongeveer 600 genomen. Men stelt een gemiddelde schade van 13.000 gulden per woning vast. En het gaat om duizenden huizen. Voor bedrijven is de strop door de Maasvloed vele malen groter. Verschrikkelijk. We hebben ruim 60 centimeter water in de winkel gehad. En het is, nu zijn we druk aan het ruimen. Het is één grote moddertroep. Ja, het is gewoon een ramp. Zo simpel is het. Je staat machteloos tegenover dit geweld. De oude dame is inmiddels teruggekeerd binnen haar zomerbed. Sporen van het geweld van de rivier zijn hier en daar alweer uitgewist. Maar sommige sporen die ze in de laatste week van 93 in het Limburgse achterliet, zijn onuitwisbaar. Het begin dat vergeet je nooit, de kerst vergeet je nooit. En deze weken vergeet ook nooit dat je hier zo zit. Maar ja, we houden het vol, hè. Moet wel. U zei net, u woonde eerst heel gelukkig hier, samen met z'n tweeën. Heel gelukkig. Heel gelukkig, want s'avonds dan zaten wij en dan zeiden we, oh, we zitten hier toch zalig. Fijn, we zitten echt heel gelukkig, ja. We zaten heel gelukkig. Een half jaar, dus... En daar komt dan plotseling zo'n einde aan. En er komt plotseling een einde en dan denk ik, alles kwijt ben. En ik weet niet, met de ellende die je meemaakt, hè. Dat is heel erg. Als je op terugkijkt en je komt weer binnen en je ziet alles weer zo. Maar ja, we moeten moed houden dus. En dat zal ook wel, maar het is moeilijk.